Ik ga geloof ik daar eerst enkele mededelingen doen. Vanaf de 17e zondag na Pinksteren. Het is ook het feest van onze Lieve Vrouw van de Zeven Smarten. Die dus moet wijken voor de zondag, dus voor die weer. Maandag de heilige Cornelius Pauls en de heilige Cyprianus Bisschop en Martelaren allebei. Met de gedachtenis van de heiligen Euphemia, Bissia en Geminianus Martelaren. Dinsdag door de week de gedachtenis van het bekomen van de stigmata door de heilige Franciscus van Assisi in 1224. Woensdag de kwade temper dag van september met de gedachtenis van de heilige Jozef van Cupertino, de herder. Op sommige plaatsen de heilige Feriol, martelaar. Donderdag de heilige Januarius en zijn gezellen, martelaren, Januarius bisschop. Het is ook de verjaardag van de verschijning van onze Lieve Vrouw te La Salette in 1846, waarin ze zegt aan Melanie, de zuster, Rome zal het geloof verliezen en de zetel worden van de Antichrist. Vrijdag, de kwade temperdag van september, gedachtenis van de heilige Eustachius en zijn gezellen, martelaren. Zaterdag, kwade temperdag ook. Maar het is toch de mis van de heilige Matthäus, apostel en evangelist. Want die is van tweede klas, die heeft dus voorrang. En komende zondag bedoel ik, is het de 18e zondag na Pinksteren. En dan is de herfst begonnen. De kwade temperdagen zijn er om te bidden, lezingen te doen, speciaal devoties. Extra, een beetje meer, zoveel als men kan, naar God zich zijn vermogen, om de genade af te smeken over het nieuwe seizoen. Zowel geestelijk als materieel genade, zegeningen. Het is nodig, want zoals u weet draagt er een oorlog, zelfs een kernoorlog, een zeer zware oorlog, met Medvedev, een van de hoge mannen in Rusland, een van de hoogste mannen in Rusland, naast Poetin, heeft gezegd dat Engeland in de zee kan verdwijnen. Dat het volledig in de zee kan verdwijnen. En dat komt exact overeen met de profetie die Ilma gezegd heeft in de jaren 50, dus 75 jaar geleden. En de meeste profetieën van Ilma zijn uitgekomen. Dus tweede evenement dat ook het gevaar doet naderen van een wereldoorlog, een zware oorlog in Europa. Dat is dat Nederland heeft toestemming gegeven om lange afstandsraketten te gebruiken aan Oekraïne, dus in Rusland. Hetgeen dat Poetin altijd heeft beschouwd als een oorlogsverklaring. Dus eigenlijk, ze hebben het toegekeurd, dus eigenlijk zijn we in oorlog nu met Rusland. Dus het is heel erg gesteld. Dus we zullen inderdaad gebed nodig hebben. Maar degene die in staat van genade is, dat is fundamenteel. En daarna dus bid en zoveel mogelijk en nog boete doet, verstervingen. Die staat volledig zuiver voor Gods troon. En die wordt geholpen door God en speciaal beschermd. Ik wens het u allemaal toe. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, amen. Lieve gelovigen, wij kennen dit gebod van Jezus, dat eigenlijk niet expliciet staat in de 10 geboden, maar staat er eigenlijk boven. Ook zelfs de 15 geboden met de 5 geboden van de kerk erbij. We hebben dus 10 geboden van God en 5 geboden van de kerk. Maar er is nog een super gebod dat daar boven staat. En dat is ook de
vraag van die wetsdokter. Het is geen fariseer, maar een wetsdokter, dus een theoloog, religieus dokter. Ja, hij is toch uit de secte van de fariseers, had je, maar het is dus, ze hebben dus hun geleerdsten, hun meest, hun master, de meest geleerde, hebben ze dus, volgens de commentaar van de kerkvaders, hebben ze dus gedelegeerd om Jezus te strikken. Het is namelijk een paar dagen na Palmzondag. Jezus werd uitgeroepen door het volk publiekelijk als Messias, de zoon van David. Terwijl tevoren reeds de hoge priesters en de fariseeën hebben besloten hem te doden. En ja, dus op het einde van zijn leven eigenlijk. Een paar dagen voor zijn passie. Het volk roept hem uit tot Messias, maar de fariseeën willen hem dood. Je ziet dat het volk eigenlijk van goede wil is. Ze hebben hem gevolgd in de woestijn, duizenden mensen. Ze zijn hem dankbaar, hij heeft alle zieken en genezen en de bezetenen bevrijd. Dus het is een grote weldoener. De mensen zijn toch wel dankbaar. En ze roepen hem uit tot koning, zoon van David. Omdat het laatste wat er gebeurd is, dat is zoals u weet de verrijzenis van Lazarus, dat een paar dagen voordien gebeurd is. En dat is gekend in Jeruzalem, waar een paar miljoen Joden tezamen zijn voor het vieren van het paasfeest. Dus wat een situatie. Maar de fariseeën wilden ermee afrekenen en wilden ze allen nu hun slimste, hun meest verstandige, hun meest wijze legis doctor, wetsgeleerde, om Jezus tentans, om hem op de proef te stellen, om hem te pakken op een ketterij, op een isatvik. En met een zeer moeilijke vraag, voor hen was het moeilijk. Namelijk, wat is het grootste gebod? Want de Joden hadden in die tijd, dat testament, 613 voorschriften. Die teruggaan op Mozes, die dat gekregen heeft van God. Dus het zijn morele voorschriften. Het is ook de ganse wet, de wet van het godsvolk. Want het was een theocratie. De rechtspraak en ook al die liturgische voorschriften, plus interpretaties van die voorschriften, door hun dan. En de ene zegt, ja, het is de Sabbatdag heiligen die de belangrijkste is. Dan zeggen, nee, het is de besnijdenis, want daarmee begint alles. Maar eigenlijk gaat Jezus antwoorden en hij had eigenlijk Deuteronomium, want we zien het dan bij Sint Marcus. Dezelfde pericoop, dit verhaal, staat ook in Marcus gerelateerd, hoofdstuk 7. En dan, daar citeert Jezus Deuteronomium. Hij zegt, wat staat er in de wet? Trouwens, dat is een vraag van die wetsgeleerden. Wat is volgens de wet in deze, dus de wet die gekregen is van Mozes en het grootste volk, het Israëlische volk van God, op de berg Sinaï. Wat is volgens de wet dus het belangrijkste gebod? Wat staat eigenlijk in de wet? Dus, waarom maken ze het allemaal zo moeilijk? Ze zijn verblind door ik weet niet wat allemaal, want er staat in Deuteronomium, dat is een van de vijf boeken van de Pentateuch, dat zijn de eerste vijf boeken van de Bijbel, waarin de wet wordt uitgelegd die Mozes gekregen heeft. Primum omnium mandatum est. De eerste in belangrijkheid dus, van alle geboden is, hoor Israël, de Heer uw God is één God. Gij zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met hele ziel, met alle krachten. En Jezus gaat erbij voegen. En een ander mandaat, bevel, dus gebod, dat aan het eerste gelijk is, is gij zult de naaste beminnen als uzelf. Uit liefde tot God, zegt de kerk.
Dus eigenlijk is het antwoord niet zo moeilijk. En we zien dan in Sint Marcus dat die fariseer wel de geleerd is, maar niet de slechtste. En hij gaat zeggen tegen Jezus, je hebt goed geantwoord. En Jezus gaat hem zeggen, jij bent niet verder van de Koninkrijk der Hemelen. Dus dat was iemand die niet alleen dus verstandig was, maar ook ergens nog van goede wil was. Het kan zijn dat het Gamaliel is. Want die stond bekend als een van de geleerden en toch de wijste mensen. Die zei, die gaat zeggen, laat de apostel maar doen. Als het van God is, kunnen we het niet vernietigen. Dus hij houdt rekening mee dat het van God kan zijn. En als het niet van God is, gaat het vanzelf verdwijnen. Dus dat is waarschijnlijk is dat Gamaliel, maar het is niet zeker. Die de leraar was van Sint Paulus. Dat was de leraar van Sint Paulus, die ook fariseer was. Sint Paulus, Saulus dus, was van de klan van de secte van de fariseeën. En voor ons is dat heel belangrijk natuurlijk. Ieder kind weet dat bij ons, wat we leren in de catechismus. Maar we moeten het ook concreet toepassen. De concrete toepassing is dat we bij het avondgebed, dat we zeker moeten doen, dat is een van de verplichte gebeden, wanneer moet men bidden, zegt de catechismus, 's morgens en 's avonds, voor en na het eten, in bekoringen en gevaren. Wel, het avondgebed is dus verplicht, bij het avondgebed dat door de bisschoppen is opgelegd, bijvoorbeeld in de catechismus van Mechelen staat, bij alle avondgebeden staat er normaal een gewetensonderzoek ingepland, een gewetensonderzoek. En dan wordt er gevraagd van de 10 geboden te overlopen. Wel, er wordt niet gevraagd van dit gebod te bedenken. Maar dat zouden we toch kunnen... Dat is iets wat we kunnen doen, om aan Jezus te beantwoorden. Als hij het belangrijkste vindt, en God vindt het belangrijkste, het Oude Testament vindt het belangrijkste, Jezus zelf vindt het belangrijkste, dan zouden we dat toch moeten bedenken. Heb ik vandaag God, heel de dag, van 's morgens tot 's avonds, bemind met al mijn krachten, met mijn verstand... God beminnen met uw verstand, dat is hem leren kennen. De openbaring kennen. Op de hoogte zijn van uw catechismus. Een geestelijke lezing doen per dag. Uw catechismus vol volwassenen. Een keer zien dat je die kent. Dat je regelmatig herlezen. Dus God beminnen met uw verstand is zoeken te kennen wat zijn wil is. En zoeken te kennen hoe hij is om hem meer te kunnen beminnen. Want we kunnen nooit God genoeg kennen, want hij is eindeloos. Dus eigenlijk is hij onkenbaar. Het is zeggen, we kunnen hem nooit genoeg kennen. Omdat hij eindeloos is en ons verstand en ons geloof is ergens beperkt. Dus wij zoveel mogelijk doordringen in de kennis door verstand en geloof van God. Om hem dus, als we hem kennen zoals hij is, hij heeft alle eigenschappen, goede eigenschappen in oneindige mate. En die zijn allemaal beminnelijk, want de goede eigenschap, het goede is beminnelijk. Wel is hij eindeloos beminnelijk. Hoe meer we God kennen zoals hij is, hoe meer we hem kennen als beminnenswaardig en beminnelijk, en gaan we hem ook gemakkelijker beminnen. En het is de liefde, die liefde, die ons naar de hemel brengt. Maar die gaat te gepaard eerst met het kennen. En dan met uw wil natuurlijk, ja. Zoeken te doen wat Gods wil is. Hè. Heb ik vandaag Gods wil gedaan? Heb ik geen gebod overtreden? Hè? Want God beminnen is zijn wil doen. Dat zegt Jezus ook. Dat is het belangrijkste. Dat is niet alleen hem kennen, proberen te kennen. Maar wat het kennen is om hem binnen te kennen, om hem binnen te beminnen. Dus het doel van alles hier op aarde is God te beminnen. En het is de liefde tot God die de staat van genade vergroot. Maakt en vergroot de liefde. Dat is een staat van vriendschap. En die brengt ons naar de hemel. Dus dat is eigenlijk het doel van ons leven. Dus heb ik hem bemind met mijn wil, met al mijn krachten. Bijvoorbeeld, dat zullen we ook zien, alle krachten. Dat is natuurlijk, heb ik genoeg gebeden vandaag als ik kom? Heb ik mijn plichten van staat gedaan? En met al mijn krachten. Bijvoorbeeld ook met, als het nu over materiële gaat, wat al uw krachten is, ook al wat u hebt, bent en hebt. Wel, geef ik genoeg aan de kerk, voordat de eredienst goed kan verlopen. Bijvoorbeeld,
kaarsen, die kaarsen zijn aan het opgeraken. Dat is bijenlast, het kost allemaal geld. Dus er zijn mensen die een gift doen voor de kaarsen van het altaar. Dat is zeer mooi, want dan gaat hun geld echt rechtstreeks naar de eredienst enzovoort. Daarvoor dient de collecte ook van de mis, voor de onkosten van de mis. En, dus dat is God bemiddelen met al uw krachten. Dus ja, ook de priester helpen, de kerk helpen, een apostolaat. De priester heeft echt op hulp in zijn apostolaat. Hoe meer hij geholpen wordt, hoe beter het apostolaat van de kerk, de missie van de kerk verloopt. Dus hoe meer Gods rijk uitbreidt. Dus dat is ook God bemiddelen met al uw krachten. Zien of je die kunt inzetten voor het apostolaat. En het eerste apostolaat is de priesters helpen, de bisschoppen, de klerus helpen in hun apostolaat. Dat is het eerste apostolaat van de week. Dat is de klerus helpen. Want het apostolaat moet gezegend worden door de kerk. Dus als, je kunt niet zomaar op eigen initiatief iets gaan beginnen. Tenminste niet iets wat de godsdienst is betreft. Dat mag nooit zonder de goedkeuring en de leiding van de kerk. Tweede gebod. Hetzelfde is, dat we ook een gewetensonderzoek kunnen over doen, dat is dus de naaste bemint als mezelf. En er zijn dus twee manieren om dat te bekijken. Namelijk, Jezus zelf zegt, ja, we weten het. Hoe kan men dat concreet nagaan? Wel, op een positieve manier en een negatieve manier. Een positieve manier is, heb ik aan de anderen gedaan wat ik wens dat aan mij wordt gedaan? En een negatieve manier, dat staat in boek Tobias, dat is, heb ik de anderen niet aangedaan wat ik zelf niet wil dat ze aan mij doen? Dus de anderen doen wat je zelf wilt dat ze aan u doen, en de anderen niet doen aan de anderen wat je zelf ook niet voor jezelf wenst. Dus dat is heel concreet, dat is heel gemakkelijk. Daar kun je over denken. Want de naastliefde mag niemand uitsluiten. Het is natuurlijk een hiërarchie, maar we moeten ook daarin doen wat we kunnen. Met al onze krachten. En het is daar genade dat Jezus zegt, die twee geboden zijn gelijk. En de kerkvaders leggen het een beetje uit. Die zeggen, die twee geboden, die zijn inderdaad één schilderij met twee laken eigenlijk. Dus het is... Dus de ene versterkt de andere. Als iemand meer godsdienstig is en iemand anders meer op de naastliefde gericht, dat kan. Er zijn mensen die godsdienstig zijn zodanig dat ze zelfs als kluisnaar willen gaan leven. Dat is dan het extreem. Dus volledig God bidden. En, wel, die mensen die dus van nature uit en door de genade richt God meer beminnen, meer geneigd zijn om met God bezig te zijn dan met de naaste. Maar die gaan toch ook de naaste gaan beminnen, omdat juist als ze God beminnen, dan gaan ze zijn wil moeten doen, en God wil dat we onze naaste beminnen als onszelf. Dus die gaan uit liefde tot God hun naaste beminnen. Bijvoorbeeld die kluizenaar gaat bidden niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de naaste. En die gaat een uitstraling hebben, een geestelijke uitstraling. Ook al is hij kluizenaar, gaat hij toch heel veel goed doen voor de naaste in de maatschappij. Dus de liefde tot God brengt tot de liefde tot de naaste. Want anders zijn we huikelaars. Sint-Jan zegt, de evangelist, hoe kan iemand zeggen dat hij God bemint als hij zijn naaste niet bemint? Want de naaste is het beeld van God. Als je het beeld van God niet bemint, de afbeelding van God niet bemint, hoe kun je dan zeggen dat je God bemint? Dus die is een leugenaar als hij zegt, een schijnheilig, als hij zegt dat hij God bemint en hij bemint de naaste niet. Maar het andere is ook waar. Als iemand niet zo godsdienstig is ingesteld, maar heel sociaal voelend is en veel medelijden heeft met de miserie van de ander en er is goed aan doen, die heeft hier een goed hart, wel, die gaat ook naar God gebracht worden daardoor. Want Jezus zegt, zalig de barmhartigen, want u zal barmhartigheid geschieden. Als jij barmhartig bent met je naaste, jij staat open voor zijn nood en je wilt hem helpen, gaat God daar heel tevreden over zijn, want Jezus vereenzelvigt zich met onze naaste. Hij rekent het alsof het is aan hem gedaan is geweest. Dat is ook bij het laatste oordeel, dat we dat zien. Ik was dorstig, je hebt mij gelaafd, enzovoort. En ik was hongerig, je hebt mij niet te eten gegeven. Dus daar worden we op geoordeeld. Mij, dus hij vereenzelvigt zich met de naaste. Dus het is alsof het aan Jezus gedaan is geweest. En
Dus wij krijgen daardoor, ook omdat het aan God behaagt, de genade. Gaan genade krijgen. En de beste genade is de hemel te krijgen. Dus God beminnen. Dus hij gaat door die naaste liefde gaat hij genade verdienen, waardoor hij God zal beminnen zoals het hoort. Dus je ziet dat die twee luiken van dit belangrijkste gebod heel belangrijk zijn. En die vullen elkaar aan. En het een brengt naar het ander. En het ander brengt naar het een. Dus ook concreet om aan Jezus te beantwoorden hier, zouden we iedere avond bij dat gewetensonderzoek moeten denken, zoals Alice Naon zegt, heb ik van de morgen tot de avond geen enkel hart bezeerd. Ja, heb ik geen iemand kwaad gedaan. Heb ik iemand getroost? Alice Naon, die maakt een heel mooi gedicht over dit gewetensonderzoek s'avonds, over dit belangrijkste gebod. Het is goed in de eigen hart te kijken. Nog even voor het slapen gaan. Dus dat is dat wat we eigenlijk zouden moeten doen. Hè. Dus dat is, als we hier willen aan de antwoorden, aan het evangelie, aan die oproep van Jezus, dat dit de belangrijkste is van allemaal, dat de wet en de profeten samenvat, wat elders gezegd in de geschrift. Die twee geboden, die één gebod uitmaken met twee luiken, hebben, of het gebod dat twee luiken heeft, dat is dus een samenvatting van alles, dus van de wet en de profeten, dus van de ganse godsdienst, wat men eigenlijk moet doen. En daar dus inderdaad een gewetensonderzoek over te verrichten en dat dan ook in toepassing brengen. Dat het eigenlijk het belangrijkste maken van je leven, dat is God beminnen. Eigenlijk moet gans ons godsdienstig leven daarop gericht zijn dat we bij elk gebed, bij elk goed werk, met al wat we doen voor God, dat dus verdiensten opleveren, dus genade opleveren, dat dus ons, waardoor we iets kunnen vragen, iets kunnen bekomen van God. Hè? Dat we dan altijd vragen, u God mee te kunnen beminnen en de naaste als onszelf. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat we moeten vragen. Bij elk gebed, bij elke communie, met al wat we doen, wat verdiensten veroorzaakt, wel zouden we moeten verdiensten en genade veroorzaakt, zouden we die genade als we iets kunnen vragen. Want dat is ook wat God wil, wat God behaagt. Je ziet dat het Jezus zelf behaagt. Als je mij bemint, volg mij. Dus dat we de genade krijgen van God steeds meer te beminnen, en de naaste ook meer te beminnen als onszelf. De naaste minder als jezelf, natuurlijk. Ja, de naaste is een zondaar, zoals ik. En soms hebben ze last zijn karakters en zelfs zijn een grote zondaar. Maar ja, je moet de naaste proberen te beminnen zoals God hem bemint. God bemint de naaste niet als zondaar, maar als schepsel, naar zijn beeld geschapen. En als een ziel, kostbare ziel, waar Jezus zijn bloed voor gegeven heeft en die Jezus naar de hemel wil brengen. Zo moeten we de naaste beminnen. Dus proberen hem naar de hemel te brengen. En het moeilijkste is de vijanden vergeven. De vijanden vergeven, als hij vergiffenis vraagt, moet men sowieso vergeven. Want anders is men niet christelijk, dan wordt men zwaar op geoordeeld. Jezus zegt, men moet 7 × 77, dat zeggen altijd mensen vergeven die iets tegen ons gedaan hebben en die vergiffenis vragen. Als ze geen vergiffenis vragen, dan kunnen we niet echt vergeven, want je kunt niet vergeven aan iemand die geen spijt heeft. Maar je kunt zeggen, van mijn kant reken ik hem er niet meer toe. Ik reken hem toe. Ik laat daar God over. Zoals in de Heilige Schrift staat. God zegt, laat de wraak aan mij over. En bid dat hij zich bekeert. Dus stop. Neem geen wraak. Vergeef het indien hij spijt heeft. En reken het hem niet meer aan. Hij is van God geen straf. Maar vraag eerder zijn bekering. En dat is de vijandbeminnen. Die gelovigen, dit is heel belangrijk. Het is nu ook het feest van Onze Vrouw van 7 Smarten. Wel, Onze Lieve Vrouw heeft die 7 Smarten ondergaan. Niet voor zichzelf, want ze was onbevlekt ontvangen, ze hadden niet nodig. Maar om haar God te behagen en om de naaste te helpen. Om de goede van God te herstellen. Om de schepping toe naar God te brengen, de verlossing van haar zoon. En om de naaste dus te redden. Dus je ziet hoe dat Maria God heeft bemind. Tot dit zeer zware lijden aanvaarden. Van de ganse harten. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.